Ik ga jullie een What's in My Bag laten zien. En ik heb dit een keertje gedaan in een van mijn eerste filmpjes. En joh, dat is lang geleden. En ja, gewoon... Ja, het was tijd voor een, in ieder geval tijd voor een nieuwe. En ik zit nu een beetje op een andere plek, omdat ja, ik het zo beter kan laten zien. En ik zit er nu echt heel raar bij. De camera staat op mijn bank. Ik zit een beetje half op de grond, half op mijn hurken. En ik kan niet op de bank gaan zitten, omdat daar allerlei poezen slapen. En als ik ze probeer weg te duwen, dan krijg ik echt een knal. Dus dat ga ik maar ook niet verder proberen. Maar ik ga dus een What's in My Bag video laten zien. En dan laat ik eerst even mijn tas zien. En dit is gewoon een beetje van ja, school. En als ik gewoon naar dingen ga in ieder geval. Nou, dit is mijn tas. Oeh, het is zwaar, want er zitten allerlei boeken in. Nou, een zwarte tas. Die hebben mijn ouders meegenomen uit Rome. Daar gingen ze heen op vakantie. En hij is van David Jones. Ik ken die film eigenlijk niet. Ik ken dat merk eigenlijk niet. Maar David Jones, dat is volgens mij die octopusman van Pirates of the Caribbean. Die heette volgens mij David... Nee, die heette Davy Jones, niet David Jones. Nou, zo oninteressant. Maar ja, hij is zwart en ik vind hem heel leuk. En ik begin even met het buitenvakje. Dat is aan de andere kant. Er zit een ritsje hier. En wat daar meestal in zit zijn mijn sleutels. En nu heb ik daar ook mijn mobiel in zitten. Normaal zit mijn mobiel altijd gewoon in mijn zak en anders in mijn jas. Maar af en toe heb ik een broek aan waar mijn mobiel bij uitvalt. Dan doe ik hem in mijn tas. En voor mensen die dit willen weten, het is een LG Arena. Oké, dan gaat hij open. Oké, wat er dan in zit zijn veel boeken. Ik kom net van school en dus er zitten nog al die boeken in. Nou ja, ik ga daar eventjes doorheen. Het is niet heel interessant allemaal. Natuurkunde, scheikunde, economie, Duits, wiskunde en geschiedenis. En dit is mijn agenda. Ik had eerst in het begin van het jaar een andere agenda, maar die is een beetje uit elkaar gevallen. En ja, het is nu ja, april en dan zijn er niet zo heel veel agenda's meer. En dan was er één grote bak vol met allerlei agenda's voor 1 euro. En daar zat eigenlijk geen leuke bij, behalve deze. Nou ja, ik vind hem gewoon wel gezellig voor 1 euro. Dus dat vind ik leuk. Oké. En dan zit er een etui in. Echt al oude etui met ja, pennen en dat soort dingen. Oké, dan zit er onder in mijn tas altijd een deo fles. Nou ja, bijna altijd. Ik vergeet heel vaak deo. En dat is niet fijn om een deo te vergeten. Vooral niet als je het ook echt nodig hebt. Maar als ik eraan denk, heb ik deo in mijn tas. Deze is van, ja, deze in ieder geval. En ja, ik vind hem gewoon een prima basic deo eigenlijk. En er springt nu een kat van de bank. Ik weet niet of je hem kan zien. Nee, je kan hem niet zien. Nou ja, dan zit er ook nog in mijn portemonnee. En dit is mijn portemonnee speciaal voor school. Ik heb een andere portemonnee, maar die is best wel groot. En deze heb ik een keertje gratis gekregen. Dit is zo'n heel plat portemonneetje. Van ja, een winkelcentrum die werd er daar uitgedeeld. En dat vond ik wel handig. Ik ga hem gewoon openmaken. Dat vind ik gewoon leuk. En nou, daar zit in mijn schoolpas. Oeh. Yeah. Ik weet niet of het... Ik ga gewoon voor de zekerheid, voor het geval dat er opeens een enge vent kijkt naar dit filmpje, ga ik hem een beetje afdekken. Zo. Nou, dit is hem. Erg boeiend ook. Mijn ID. En pasjes. Kruidvatpas. Nou ja, allemaal pasjes in ieder geval. En geld natuurlijk. Ik heb niet zo heel veel geld. Ik ben een beetje aan de blutte kant. En dan is dit de binnenkant van mijn tas. Er zitten allerlei, ja, een leuk printje van bloemetjes. En dan zit er hier zo een ritsje. Nou, wat daarin zit.
Allereerst een notitieboekje. Ik heb wel eens, dan zit ik gewoon in de les. Ik heb een beetje een concentratieprobleem, dus ik let wel op. Ik ben niet echt heel rumoerig in de klas, maar ik ben er meestal niet echt helemaal goed bij. En dan opeens krijg ik opeens een ingeving, gewoon boem. En dan heb ik gewoon opeens een ingeving, inspiratie en dan schrijf ik dat in dit boekje op. Bijvoorbeeld voor een nieuw artikel of een nieuw filmpje of zo. Nou, dit is dat wat er tot nu toe staat. Hier zo. En wat er verder in zit zijn een tasje met ongesteldheid, spulletjes, floating paper van NYX, een spiegeltje en een lipgloss van M&Y, een Labello. In Fruity Shine en dan kersen. En ik heb heel erg last van menstruatiepijn. Dus er zitten altijd heel veel pijnstillers in mijn tas. Paracetamol en ibuprofen. Dat is echt gewoon de pijnstillers. En wattenstaafjes. En ja, speldje. Nog een speldje. En een elastiekje. En even kijken of er nog meer zit. Dan draai je hem om. En dan zitten hier twee vakjes. En kijken of er daar eigenlijk wat in zit. Ja, daar zit wat in. Hier zitten muziekje oortjes in. Altijd in de knoop. En hierin zit een pen. En volgens mij is dat mijn What's in my bag. Gewoon best wel basic. Gewoon wat bijna in elke... meisjestas te vinden is. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een beetje moeilijk filmpje is dit. Omdat ik er niet heel erg comfortabel bij zit, eerlijk gezegd. Ik heb nu echt vreselijk pijn in mijn knieën. Maar bedankt voor het kijken. En als jullie nog een leuk idee hebben voor een nieuw filmpje of een nieuw artikel, dan laten jullie het even weten. En voor de mensen op YouTube, ik heb mijn site een beetje veranderd. Nieuwe layout. Ik vind hem zelf mooier. Het is mooi rustiger en het ziet er gewoon... Ja, ik vind het er gewoon beter uitzien. En je kan even kijken. Ik heb zo'n poll en daar kan je stemmen of je hem leuk vindt of niet leuk vindt. Of dat je de vorige beter vond. En daar ben ik benieuwd naar. En bedankt voor het kijken.